Beste mensen, John Bazelmans, 1954, is een Nederlands artiest, schrijver, beeldhouwer, grafisch ontwerper en illustrator. Bazelmans is vooral bekend om zijn illustraties en pentekeningen. Hij heeft meer dan 200 postzegels ontworpen voor de Nederlandse Antillen en heeft meegewerkt aan diverse schoolboeken. Zijn werk is te zien in musea en galerijen over heel de wereld. Bazelmans is ook een schrijver. Hij heeft tientallen boeken geschreven over Curaçao, waaronder Zwartboek van Curaçao, Mafia-eiland en dergelijke. Deze boeken gaan over de corruptie en criminaliteit op Curaçao. Zoals je al kunt voorstellen, Bazelmans is een controversieel figuur. Hij wordt soms bekritiseerd om zijn kritiek op de overheid en de samenleving op Curaçao, maar toch wordt hij ook vooral gerespecteerd op zijn eerlijkheid en zijn inzet voor een beter Curaçao. Vanavond dus haantje in gesprek met John Bazelmans.